Wouter, dit is nog eens revanche nemen op de wedstrijd van vorige week. Ja, dat klopt ja. Ja. Die was ik eigenlijk al heel snel vergeten. Het is nooit leuk als keeper zes goals tegen te krijgen. Vandaag wederom een hele lastige uiterstrijd. MVV heel lang thuis niet meer verloren, moeilijke omstandigheden. Als je hem dan de laatste minuut over de streep kan trekken, is het een super gevoel. We hadden afgelopen donderdag Luc voor de camera en die zei, als wij ons eigen spel spelen in Maastricht, zijn wij ervan overtuigd dat we 3 punten kunnen pakken. Denk je dat de ploeg het spel heeft gespeeld wat ze kunnen? Nou, we hebben niet het spel gespeeld wat we graag wilden, wat we voor ogen hebben. Met de opbouw van achteruit, met goed positiespel, daar is het eigenlijk helemaal niet van terechtgekomen. Mede ook door het goede verdedigende spel van MVV, omstandigheden, veel wind, snel veld. Ja, dat we toch even de omslag hebben moeten maken om wat meer vanuit de tweede bal te moeten spelen. En dan krijg je iets meer een vechtenstrijd. Dan als je hem dan met 3-2 wint, dan is dat ook prima. Ja, je zegt inderdaad, de omstandigheden waren niet best. De eerste helft leek wat slordig vanaf de zijkant. Had dat ook te maken inderdaad met het weer? Je moet je naar de omstandigheden wel een beetje aanpassen. Ja, je zag bij een doeltrap ook. Ik heb me volgens mij wel tot 8 keer toe, dan had ik me omgedraaid, dan was hij weer weggewaaid. Dan moest ik hem weer even terugleggen. Dus dat maakt het allemaal niet heel eenvoudig. Dus dan moet je wel een beetje naar spelen. Ja, dat je dan niet het risico gaat lopen van achteruit even opbouw te spelen. En daar juist misschien MVV mee in de kaart te spelen. Dus uiteindelijk, ja, zeker als je met 3-2 wint, dan is dat denk ik de juiste keuze geweest. Dan is het 0-0 in de rust. De eerste helft was niet heel sprankelend. Hoe gaat zoiets dan in de kleedkamer? Hoe pep je elkaar op? Nou, toen gaven we wel aan van jongens, het is inderdaad moeilijk om ons spel te spelen. Blij zijn dat we eigenlijk 0-0 stonden. Niet dat zij heel veel kansen creëren, maar ik vond niet dat we goed in de wedstrijd zaten. En dat we inderdaad wat meer de nadruk legden op van ja jongens, dan is het maar zo'n wedstrijd een beetje vergelijkbaar met toen destijds bij Almere uit. Dat je niet echt aan het voetballen toe komt, maar dat je dan wel zo dat je in de duels komt en dat je vanuit de tweede bal kunt gaan spelen. Dat ging de tweede helft ook al wel een stuk beter. Alleen kwamen we toen wel vrij snel met 1-0 achter. Maar we hebben net zoals eigenlijk vorige week ook nu weer de nodige veerkracht getoond. En laten zien dat we in ieder geval niet opgeven. Inderdaad, weerbaarheid getoond. Dat is ook iets wat je vorige week hebt geleerd, denk ik, in de wedstrijd tegen Excelsior. Ja, maar we raken niet zo snel in paniek. Tuurlijk is het vervelend als je achterkomt. En misschien is dat ook wel eens lekker zijn als we niet vanuit de achterstand terug moeten vechten. Maar het toont wel aan dat we niet in paniek raken. Dat we vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dat we niet gekke dingen gaan doen, maar proberen vanuit onze taken, vanuit onze opdracht te spelen. En vandaag heeft dat toch geleid tot 3 punten. Dat is heel mooi. Je bent vandaag ook weer belangrijk geweest met een hoop reddingen in de slotfase eigenlijk. Want de doelpunten vielen wederom in de tweede helft. Heb je daar eigenlijk een reden voor dat het pas laat in de tweede helft op gang komt vandaag? Niet zozeer alleen vandaag. Ik denk in het algemeen wel dat je in onze competitie vaker ziet. Dat in het begin soms wel tactisch spel is. En op het einde dat je 2 ploegen hebt. Je hebt nu ook met MVV, die hebben niks aan een gelijkspel. Wij hebben eigenlijk ook niks aan een gelijkspel. Dus dan zie je dat die ruimtes steeds groter worden. En waren wij de gelukkige winnaar vandaag. En wat ik al zei, jij bent belangrijk geweest in het doel. Maar het is denk ik ook lekker als je een spits hebt die makkelijk doelpunten maakt. Ja, dat is echt ongelooflijk. Hoeveel leeft hij nou? Een stuk of 8 of zo al bij ons? Ja, dat is ongekend. Ja, dat is echt bizar. Nee, het is gewoon een hartstikke goed ventje ook. Dat hij zo, het is gewoon ook een handenbinnetje. Hij is sterk, hij wil vechten, hij wil druk zetten. Tot dusver kunnen we er ook alleen maar heel blij mee zijn en van genieten. Dus we kunnen concluderen, goede revanche vorige week. En op deze weg verder. Ja, graag weer wel iets beter spel. Maar als we zo op deze manier de punten blijven pakken, dan zal ik er echt niet over klagen. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan.